Welkom. Dank u. Ja, ik denk dat buurman de fiets halen is. Benam is hier en spek ligt hier. Ik zal even wat benam nog proeven. Dat is benam die we van de week gemaakt hebben. En die is nu net buiten in de smoker gegaard. Kunnen jullie even proeven? Doe het schaaltje maar even doorgeven. Ik zal nu even laten zien hoe het chili eruit ziet. Of het donkere eruit ziet, bedoel ik, na het chili. Kijk, het wordt er helemaal omheen getrokken. Het wordt er zo strak omheen getrokken, dat je het hier heel goed ziet. Dus je kunt eigenlijk de zak niet vastpakken, want ze er helemaal omheen gekrimpt. Zo doet het dat er geen vocht uit kan, maar dan zorgt het dan voor 2 weken in de koeling te rijpen. En daarna wordt het pas lapjes gemaakt. Oké, dankjewel. Dus nu is het nog heel slap, zie je wel. Ik doe het nu even dompelen. En dan trek je het helemaal om het product heen. Kijk, en dan ziet het er zo uit. Zodat er geen vocht uit kan, dus de sappen blijven in het vlees. En na 2 weken, dan wordt het bewerkt tot biefstukjes. Dan krijg ik een lijstje van Sandra. Ik wil zoveel van 200, zoveel van 250. En de afsnijzertjes worden dan weer gebruikt voor tartaar. En voor wokblokjes. En voor biefstukspiesjes. Van het sjoespek van het Duroc varken. Als ze binnenkort mee gaan starten. Dat is het vlees van het Duroc varken. Wat gemest wordt in het noorden van België, in het zuiden van Nederland.
Proef het maar, dit is spek. Je zult merken dat het vlees wat sappiger is, omdat het gewoon beter verpakt. Dat erg? Die meneer die wilde nog. Ja, meneer wil wel. Ja, kom maar. Ben je er speciaal voor mij? Dat is de stoofpot van onze mooie runderlampen uit de vitrine. En dan aangezet met palmbier en appelstroop. Ja, dat klinkt goed, hoor. In plaats van met water, appelussen of boter of wijn. Meneer, u ook, hè? Kijk, en dan zit ik hier precies... Ja, u treft het. Kijk, want ik heb hierboven super mooie stukjes vlees liggen. Kijk eens. Alsjeblieft, smakelijk. Op de hoek, ja. Als je rechtdoor loopt, ja, kom je langs alle machines van het loonbedrijf. Ja. Als je achterin die grote schuur in gaat, zie je ook nog machines. Okay. Het zijn hele grote machines. Mag je misschien op een van die machines zitten. Ga je het hoekje om, heb je hier strobalen, dan kan je op klauteren. Ja, ja, dat is heel cool. En dan ga je hier, heb je patat. Dan kan je patat eten. Om de hoek hebben ze de paardenstallen. Ja. Hier heb je dan een zitje met een drankje en een opstelling voor een bruiloft, want ze hebben een mooie kantine boven en daar kan je bruiloft en partijen, maar dat hebben ze buiten nu gezet en een stokpaardje rijden en hierachter hebben we wc en hier hebben we een bed and breakfast. Okay. Dus als u dat allemaal wil bekijken, dit zijn de gebroeders Bergeijk, de eigenaren van de boerderij. Okay, dan mag u meenemen. Dankjewel. Heel veel plezier, hè? Dankjewel. Dag. Hallo. Yeah.